We stuiteren in hoog tempo dit Formule 1 seizoen door. Vorige week waren de coureurs nog in Baku. Nu is het circus neergetrokken aan de andere kant van de wereld in Canada. Verslaggever Erik van Haren, die staat hier naast mij. Want Erik, jij zit niet in het vliegtuig, of althans, je had dan nu had je er al geweest. Ja. Gilles Villeneuve, circuit in Canada. Ja. Jij bent er niet bij, waarom? Ja, nou, ik wilde een keer in deze nieuwe studio staan. Hier ben ik nog niet geweest. Nee, was van het voorseizoen al gepland. Collega Lars van Soes neemt eigenlijk grotendeels zo'n neus waar. Af en toe is het wel goed om even een over te slaan. En ja, we hadden het er net al even over Baku. Montreal is nog niet de meest logische trip. Twee uitersten. Dus ik sla een paar per jaar over. En dit is de eerste. En de volgende is volgens mij pas Japan. Dus de komende weken ben ik altijd weer op het circuit. En er komt nog een hele drukke periode aan. Hè. In juli krijgen we volgens mij 4 races. 1 weekend is er dan geen race, maar 4 Europese races. Dus op zich zo even goed om de batterij een beetje op te laden. Ja, want er wordt wel een beetje, ook met het oog op meer races in de toekomst, hè, er wordt wel een beetje gekeken van, we moeten het een beetje gaan regionaliseren, hè? Ja, kijk, deze dubbelherder Baku-Canada, daar snapt eigenlijk niemand wat van. Dat slaat natuurlijk eigenlijk nergens op. Omdat er ook maar een week tussen zit. Ja, dat zijn eigenlijk twee uitersten. En je moet het natuurlijk iets meer clusteren. We zijn dit jaar ook van Imola naar Miami gegaan en weer terug naar Europa, nu weer naar Canada. Ja, dat is eigenlijk niet ideaal. Maar ja, nu zie ik ook deze week wordt Australië weer verlengd tot en met 2035. En daarbij wordt bekendgemaakt dat vanaf volgend jaar de Formule 2 en de Formule 3 ook in Australië gaan racen. Ja, dat is natuurlijk milieutechnisch ook niet het normale. En we gaan waarschijnlijk ook weer naar Zuid-Afrika volgend jaar of het jaar daarna. Dus, gaan we terug naar Zuid-Afrika? Ja, dat is eigenlijk al, het is niet rond, maar ze zijn zelfs aan het kijken of het volgend jaar al kan. Dus dat is een hele korte termijn, anders wordt het waarschijnlijk 2024. Het is natuurlijk een wens van heel veel, van Hamilton heeft een paar keer gezegd, van de Formule 1 om toch naar Afrika weer terug te gaan. Ja. Dat is natuurlijk een hele mooie aanwinst, maar het wordt dringend op de kalender. Maar goed, dat zal niet de laatste keer zijn dat we het daarover hebben, denk ik. Ja. Dit waren de inleidende beschietingen, want nu gaan we het hebben over stuiteren. Yes. Je gaat een beetje college geven stuiteren, want er zijn twee vormen van stuiteren. Ja, waar men last van heeft. In ieder geval twee. Drie. Ja. De één is? Porpoising. Porpoising. Dat is een beetje een term uit de jaren 80. Toen ook het grondeffect onder de auto's. Hè, dat je eigenlijk naar de grond wordt toegezogen, min of meer. Downforce. Ja, dat is een bekend fenomeen. Maar eigenlijk George Russell van Mercedes zei vorige week, nou, wij hebben porpoising best wel onder controle. En wat zag je in Baku toch nog? Die Mercedes als een gek stuiteren. Maar dat kwam eigenlijk een andere term, bottoming. Bottoming. Ja, dus we hebben porpoising en bottoming. Bottoming klinkt misschien een beetje als een soort Thaise exotische massage of zo. Maar eigenlijk is het heel simpel. Is dat je de auto zo laag afstelt dat je de grond raakt. Ja. En in Baku vorige week, de straten van Baku, hobbels, een rechtstuk van meer dan 2 kilometer. Nou, die Mercedes, als die ook bij dat rechtstuk opkwam, begon het al. En dan zijn het lange 2,2 kilometer, hè, als je dat 51 rondjes moet doen. Hè. Ja. Je weet niet voor niets hoe Hamilton uit die auto kwam. Dus coureurs hebben veel geklaagd. Hè. Russell op zaterdag in Baku, Hamilton natuurlijk, maar ook andere coureurs. Hè. We moeten niet doen alsof het alleen van Mercedes komt. Nee, want dat zag je op Twitter wel weer. Hamilton, vooral van de Nederlandse fans, die krijgt dan weer op Sicilië. Ja, maar ja, het zijn er echt meer. Ik wil er best in meegaan dat hij misschien een beetje overdrijft, maar het is geen Will Smith of Brad Pitt. Hè. Het is geen topacteur. En als je zo uit de auto komt, en nogmaals, hij was niet de enige. Je krijgt echt wel een opdonder. Ja. En dat heel veel rondjes achter elkaar. En dat is niet nieuw. Dus ik ben benieuwd. Ik vond eigenlijk best wel verrassend dat de FIA donderdag al met een statement kwam. Voor de FIA-begrip is dat heel snel. Ja, maar dan, dat is dan juist weer wat mensen graag dan willen zien. Zie je, Hamilton klaagt, Mercedes en de FIA reageert. Die reactie kreeg ik ook van een paar mensen. Die zien alleen de kop. Ik denk, ja, krijgen we nu weer een Mercedes die zijn zin krijgt. Maar als je puur naar kijkt, wat hebben ze nu gezegd? Zeker op de korte termijn is dat helemaal niet zo positief voor Mercedes. En ook niet voor Ferrari, want Ferrari heeft ook best wel last van dat gestuiter. Want de FIA zegt eigenlijk, kort gezegd, we gaan meten de plank onder de auto en de skids. Zeg maar. De skids zijn eigenlijk de onderdelen die als eerste de grond raken. Hè. Daar komen ook al die vonken altijd vandaan. Daar gaan we de slijtage meten. En we gaan een soort sensoren plaatsen om te kijken hoe de trillingen zijn. De verticale trillingen voor de coureurs. Ja. En daar kunnen we mee kijken van hoe is dat porpoising? Is het te veel? Dan moet je de auto ophoogte, want het is eigenlijk heel makkelijk op te lossen. De rijhoogte omhoog. En dan gaat je downforce weg. Ja, dus ben je veel langzamer. Alleen, ik heb wel mensen gesproken ook binnen Red Bull. Ja, die denken eigenlijk van, dat is voor ons eigenlijk top. Ja. Want je ziet hele mooie filmpjes ook op Twitter als je een beetje zoekt van Mercedes, Ferrari, Red Bull, vorige week in Baku. Ja, als je dan die Red Bull vergelijkt met de Mercedes en Ferrari, is gewoon een wereld van verschil. Ja. En die Mercedes-coureurs zitten echt alsof ze een soort turbulentie in het vliegtuig hebben, maar dan in een auto op meer dan 300 km per uur. Dat is natuurlijk een wereld van verschil. Alleen, je weet niet wat het voor de lange termijn gaat doen, hè? Want ze gaan ook met de teams overleggen van, wat kunnen we doen? En misschien dat het dan Mercedes wel helpt.
Maar voor de korte termijn, het is dit weekend nog niet hoor in Canada. Ze gaan eerst kijken met die metingen, hoe ze dat kunnen doen. Ja. Maar dan op korte termijn zal het wel, zou je wel aan de regels moeten voldoen, anders moet je je auto ophogen. Maar het is wel ook een tik op de vingers voor de FIA, want dat lees je ook veel commentaar op Twitter. Sommige mensen zeggen gewoon, die auto is gewoon te radicaal veranderd. Het is gewoon te snel. Ja. Red Bull heeft het trouwens goed voor elkaar. Hè? Ja. Dus sommige teams hebben het goed voor elkaar. Maar het is gewoon... wat vind jij daarvan? Nou, eigenlijk is het heel simpel. De helft van de teams, grofweg, heeft er geen last van of minder last van. En de andere helft wel. Ja. En wat ga je dan doen als FIA? Kijk, zij hebben die regels bedacht. Ook in samenspraak een beetje met de teams. Ga je dan nu, acht races onderweg, ga je dan nu zeggen van we gaan het helemaal veranderen? Of zeg je van, nou, de teams die het goed hebben gedaan, die belonen we een beetje. Ja. Dan zeg ik het heel erg kort door de bocht. En dat vind ik wel, kijk, er zijn ook teams, als je nu had gezegd van we gaan de hele auto veranderen na 8 races, omdat dat de coureurs last hebben, ja, dan gaan die andere 5 teams zeggen van, ja, ho eens even, wij hebben het veel beter onder controle. Je gaat ons nu toch niet... naaien, omdat wij het beter onder controle hebben. Dus alleen ik snap het uit veiligheidsoogpunt. Als er veel coureurs zijn, Russell is ook voorzitter van de Rijdersvakbond. Ja. Als die zeggen van ja, het is te onveilig en ik zie mijn rempunt niet, ja, dan moet je iets doen. Maar dan vind ik het eigenlijk goed dat ze eigenlijk ook de bal min of meer bij de teams leggen en niet alleen bij de FIA zelf. Ja, maar het is wel een beetje een probleem. Misschien ook een beetje een persoonlijke mening. Ferrari, te vroeg gepiekt, zien we wel vaker bij Ferrari. Red Bull heeft zijn zaken uitstekend voor elkaar. Max heeft de interne strijd met Perez besloten. Ja. Waar is de spanning straks? Mercedes krijgt zijn zaken niet voor elkaar. Max rijdt met 2 vingers in zijn neus nu naar de wereldtitel. Dan moet ik wel zeggen, we moeten niet vergeten dat Monaco had Ferrari eigenlijk moeten winnen. Maar die hebben het zelf verkloot. Ja, maar dat is dan ook weer typisch Ferrari. Ja, nee, maar dat klopt. Maar even puur naar los van de strategische beslissingen. Barcelona rijdt Leclerc eigenlijk redelijk goed weg. Motor kapot. Ja. Okay. We waren vorige week Baku. Maakt Ferrari eigenlijk de goede call door Leclerc naar binnen te halen. Moet je nog maar zien of Verstappen erbij komt en of hij hem überhaupt nog in kan halen. Doet Ferrari eigenlijk alles goed, strategisch auto. Ja. Dus je kan nog steeds niet echt zeggen hoe goed is die Ferrari nou in de race ten opzichte van Red Bull. Nou, maar ze rijden de race niet uit. Nee, maar het is natuurlijk gewoon een team effort en daar slaagt Ferrari niet in. Red Bull slaagt er nu wel in. Hij heeft zich met die nieuwe regels uitstekend gedaan. Ja. Wanneer wordt Verstappen wereldkampioen als het zo doorgaat? Ja, nou ja, ik heb op zich daar geen problemen mee, denk ik. Ja, maar je wil ook actie in spektakel. Eigenlijk wil je het elk jaar hebben zoals vorig jaar. Ja. Natuurlijk, de teams zullen daar niet op... Als je wint, is het allemaal heel leuk. Maar die spanning wordt natuurlijk... die is niet goed voor je hart als je bij zo'n team werkt. Alleen... Nee. We moeten ook niet vergeten dat we na 3 races dit verhaal vertelden, maar dan... Andersom, omdat Red Bull Verstappen al 2 keer was uitgevallen. Alleen ik heb wel het idee dat Red Bull... Maar toen zei jij hier ook van, joh, als Verstappen eenmaal uitrijdt, dan wint hij hem. Ja. Als ze dat eenmaal voor elkaar hebben, dan komt het goed. En dat kwam ook goed, dus dat heb je goed gezien. Ja. Alleen nu hebben we dat die Ferrari's, die kappen er een beetje... Ja, en als Verstappen ook in de kwalificaties nog een stapje erbij kan doen. Ja. Nu begint hij eigenlijk de zondag op een achterstand, omdat hij in de kwalificatie erachter staat. Stel dat hij pole positions gaat pakken, dan rijdt hij helemaal weg. Hè? Dat is niet eens gechargeerd gezegd. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat lukken. En ja, motoren met Ferrari. Kijk, de gridstraf voor Leclerc komt steeds dichterbij. We nemen dit nu vrijdagochtend Nederlandse tijd op. Misschien wordt later vandaag wel bekend dat ze een 4e turbo pakken. En dat betekent 10 plaatsen naar achteren zondag. Dan kan Verstappen natuurlijk weer hele goede zaken doen. Dus ik snap jouw vrees wel. Dat hoor je natuurlijk wel van veel mensen. Alleen ik wil dan ook wel tegen mensen zeggen, ja, na 3 races stond Verstappen 46 punten achter. Dus 1 uitvalbeurt van Verstappen en het is weer bijna staan ze weer gelijk. Dus ook niet te vroeg juichen. Maar laten we dan een beetje hopen voor de neutrale kijker, hè? Voor zover die er zijn in Nederland, denk ik het niet, dat Ferrari een beetje zijn zaak op orde krijgt, Mercedes iets sneller wordt. En dat je dan toch 3 topteams krijgt die een beetje elkaar kunnen bestrijden. De regels zijn net nieuw begonnen. Ik denk dat het veld altijd, als het even loopt, dichter bij elkaar komt. En als je bijvoorbeeld volgend jaar of zo, dat je best wel dit scenario kan krijgen met 3 topteams. En dan kunnen de coureurs het uitvechten samen. Dat zou natuurlijk het beste scenario zijn voor de sport. Je moet niet hebben welk team het nou is, want we hebben het ook jaren met Mercedes. Ja, precies. Dat je al na 3 races weet wie de kampioen wordt. Ja, precies. En nu is het Max Verstappen. Ja, kijk, dat zal in Nederland, je vraagt je ook, gevechten wil je ook zien. Dat hoort ook bij de sport. En die hebben dit jaar ook al veel gezien. Ik denk dat die ook nog veel te zien krijgen. En het belooft een interessant weekend te worden, ook met het weer. Hè? Zeker zaterdag wat kans op regen en vrijdag. Wat regen? Ja, we hebben denk ik het grootste al gehad donderdag. Ja. Dus op zich was ik er gisteren dan niet zo rauwig omdat ik er niet was. Want
Hey, ik weet niet of je de beelden hebt gezien. Ja, het was echt een soort wolkenbreuk. Dat is niet normaal. Dus het was goed dat er toen niet werd gereden, want dat had niet gekund. Erik van Haren, Formule 1 verslaggever, watcher, professor van Telesport. Ja, dankjewel. Dankjewel.